Ze staat op de bres voor toegang tot cultuur, vooral voor kinderen. Angelina Schonewille van Kaliber Kunstenschool. Kaliber Kunstenschool betekent heel veel voor de Almeloze gemeenschap. Wij geven heel veel kinderen op scholen geven wij onderwijs, theater, beeldende kunst, muzieklessen, danslessen. 14.000 kinderen bereiken we in het onderwijs. Maar ook in de vrije tijd zijn mensen hier heel veel bij ons. Zo'n 1300 Almelovers komen hier wekelijks. Dus dan moet je denken aan wel 35.000 lessen zo in het jaar die mensen afnemen. En ook in het sociaal domein met jongeren en met ouderen doen we allerlei programma's. Dus we activeren mensen, mensen participeren via ons, ontwikkelen zichzelf. Kinderen ontwikkelen hun creatieve talenten. En ja, dat is gewoon een enorme waarde voor Almelo. Wat zou Almelo missen als er geen Kaliber Kunstenschool was? Nou ja, al deze dingen, maar zeker ook die culturele interactie. Je hele culturele infrastructuur gaat voor een heel groot gedeelte kennis maken met cultuur, met kunst, met beeldende kunst, met muziek. Zal dan verdwijnen. En daarmee maak je eigenlijk Almelo een stuk armer qua culturele infrastructuur. Een heel groot gedeelte verdwijnt dan. Maar je ziet dat juist sport en ook cultuurbeoefening, dat juist zo belangrijk is voor je ontwikkeling als mens. Maar ook voor je hersenstimulatie. Ik denk dat sport is natuurlijk heel veel met bewegen. Wij doen heel veel met ballet en dans natuurlijk, is ook bewegen. Maar zeker muzieklessen en dergelijke trainen je hersenen op een andere manier. Waardoor je eigenlijk andere talenten ontwikkelt voor banen in de toekomst, voor wie je bent als mens. Dat is toch wel wat wij doen. En wat bijzonder jammer zou zijn als dat zou verdwijnen. En wij zeggen altijd van, we zijn altijd bereid om naar dingen te kijken en in gesprek te gaan. Maar dan wel ook eerst in gesprek en dan verder kijken. En nu is er een hele grote bezuiniging die op ons afkomt. Waardoor toch echt wel al deze activiteiten echt in gevaar komen. Ik denk dat het echt belangrijk is, ook voor de gemeenteraad, om echt heel goed te kijken naar wat gebeurt hier en klopt dit wel. We zijn bezig, en dat snap ik ook, met Almelo om te kijken wat voor kostenbesparingen kunnen we realiseren. Alleen op het moment dat je op een organisatie en de activiteiten van Kaliber zo fors gaat bezuinigen, dan weet je dat je uiteindelijk juist kostenverhogingen met zich meebrengt. We hebben uitgezocht dat wat wij doen, dat maatschappelijke kostenbesparingen echt fors met zich meebrengt. Meer dan dat we als subsidie krijgen. Dus ik zou echt de gemeenteraad willen vragen, kijk hier nog serieus naar en overweeg echt om dit niet door te laten gaan.